Dit is waarschijnlijk op voor schade, hoor. Ja, zou best kunnen. Nou ja, we proberen het gewoon. Ja, oké. Okay. Ja. Maar goed, ik wil het met alle plezier proberen. Ja, en als hij het begeeft, dan hebben we... Ja, dan krijgt hij een houten voetje. Voor de vervanger en uiteindelijk komt hier een kast voor te staan. Mooi. Dus, maar uiteindelijk moet hij wel snel komen, die kast. We hebben hier 8 oktober weer een poëtisch ontbijt. Zondag, 6 oktober. Stressreactie die in je lijf een reactie geeft. Of je vindt iets zwaar te verteren. Hè? Iets wat, zeg maar emotioneel zwaar te verteren is. Hè? Dat kan een kwestie, kan echt op je maag. Gaan we een uurtje lang gaan we lekker deze recepten maken. En dan over een uurtje komen we terug aan tafel en dan gaan we lekker alles samen maken. Je vingers bij af te likken. Staat die nog op daar? Dat is prima. Thee, hoe die groenpeer smaakt. Dan hebben we een bonensalade. Ook de bonenvers uit de tuin met een eitje. Met mosterd dressing. Nee, dat staat erbij. Pesto. Pesto. Oh ja, pesto zou zijn. Ja. Nee, en die komt. Die Griekse jongens. Dat vind ik heel goed hoor.
vrij. Maar ja.